across the mountains, with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home. Ja. Dus dan, en ik denk vorig jaar hebben we dat ook met Kinderen voor Kinderen, en dat is natuurlijk echt een sportnummer. Dus ik denk dat de kinderen dat helemaal leuk vinden. Want het lijkt nou net of er een aantal niet bij zijn van de 10 kilometer. Want we gaan zo aan de 10 kilometer beginnen. En ik mis er toch zo ogenschijnlijk een paar. Maar ik kan me voorstellen dat die in de gebouwen zijn. Ga ik maar even vanuit dat die in de gebouwen zijn. En dan komt het allemaal vanzelf weer goed. Allereerst zijn we hier te gast in Driebruggen bij het dorpshuis Kustwijk. Of café Kustwijk moet ik eigenlijk zeggen. Die ons weer heel gastvrij ontvangt. En daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. En voor de mensen die het nog niet gezien hebben, daar staat hier een bordje. En dat betekent dat Café Kustwijk, daar krijgt u een flesje water of iets voor de kinderen. U mag gewoon even naar binnen dadelijk als u nog niet geweest bent. Dan kunt u dat daar verkrijgen. De tractatie van vandaag, en ik ga een heleboel namen opnoemen, wordt verzorgd door Café Kustwijk, Naomi's Dagwinkel, Plus Hoogendorren, Snackbar de Koning en Slagerij en Party Sam Gelderblom. Ik hoop dat u allemaal een tas bij u heeft, want u krijgt het allemaal niet op. Onderweg speelt het OBK. U kunt daar gerust even bij blijven staan. U hoeft niet door te lopen, want op die plaatsen, daar wordt ook wat het een en ander gedaan. Dan wil ik nog even extra aandacht voor de, en dat gebeurt eigenlijk iedere avond, voor de verkeersregelaars, voor de vrijwilligers en voor de EHBO. Ik wil dus nog even graag een applaus voor de... Dan is vanmorgen, en ik heb dat gisteren ook verteld, al heel in alle vroegte, niet om 6:30, maar vandaag om 6:30, iemand opgestaan van verkeerstechniek Versluis. En die heeft al die borden al neergezet van voorzichtig rijden, wandelaars op deze weg, omdat u veilig de hele route kan lopen. De muziek op dit plein wordt weer uiteraard verzorgd, net zoals de afgelopen twee dagen, door Eldert Jor. En die maakt er weer een groot feest van vanavond, zeker als u straks terugkomt. Verder ziet u hier op de kerkweg allemaal vlaggen. U kunt gewoon naar de mensen zwaaien, want we zijn hier niet eenkennig. Dus als u langs loopt, dan zwaait u en bedankt ze voor de vlag. Morgen mag u verkleed. En dat betekent niet dat u in die pyjama hoeft, want dat hoeft niet per se. Maar wel, u mag een hoed op, of u mag een krans om, of u mag een vlaggetje mee. Of nou ja, in ieder geval dat we kunnen zien dat u erbij hoort. Wij zorgen ook wel dat u herkend wordt aan het eind van de wandeltocht. De 5 kilometer vertrekt morgen om 7 uur. Dat is in verband met proberen namelijk met z'n allen om 8:30 op het Julianaplein te zijn voor het défilé. Want dat is niet zomaar even het défilé morgenavond, want het hele hoofdbestuur van de gemeente, u weet wel, burgemeester en wethouders, staat dan op de kar, op de platte kar, en die wuift u toe en die klapt u toe vanwege deze geweldige prestatie die u met z'n allen verricht. We krijgen dadelijk de warming-up van sportschool Green Health Center. Dan gaan wij daarna gaan we starten. Dan denk ik nu dat het tijd wordt voor Green Health. Dat jullie mogen nu op de kar en de muziek nog zo aan. En dan kom ik dadelijk terug als jullie klaar zijn. Thank you.
Jullie zijn allemaal weer helemaal. Ik wil nog wel zeggen dat we als gemeente ook bijzonder op prijs stellen dat zoveel vrijwilligers hier en overal in de gemeente een bijdrage leveren aan het organiseren van dit fantastische evenement. Laat dat nog even gezegd mogen zijn. Oké. En hier is dan gaan we nu beginnen. Dan gaan we nu beginnen. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Een goede wandeling. Dames en heren, kanjers,
Dames, kleine dametjes, zouden jullie even van de kar af willen? Want ik heb van die mevrouw gehoord van Green Health dat het spektakel wordt. Maar jullie moeten even ervoor. Even op de foto, niet foto met Danny. Want het wordt wel net zo leuk. We zijn vanavond te gast bij Dorpshuis Kustwijk. En die hebben ook nog een verrassing voor jullie. En waarschijnlijk hebben jullie dat op het bord gezien. Jullie kunnen binnen allemaal wat lekkers halen. Waarschijnlijk hebben jullie het al gedaan. Nou, dan kunnen jullie makkelijk nog 5 kilometer vanavond lopen. En ook morgen nog om uitdeelposten onderweg. Alleen hebben we de afgelopen dagen gemerkt, en dat is een beetje jammer, dat er ook mensen bij de uitdeelposten een tractatie krijgen, maar die geen inschrijvingskaart hebben. En dat is jammer, omdat dan mensen die wel een inschrijvingskaart hebben, niet in aanmerking komen, heel graag een tractatie willen. En ik denk dat u vanavond een tasje nodig heeft om het allemaal in te doen. Graag een dagkaart kopen. Right. Left. Right. Up. Down. Up. Down. Show me what you got.
dat was de warming-up. Dankjewel, Miljon. We zien je morgen. Want graag in Bodegraven weer. Het is er weer een spectaculair gebeuren. Dan gaan we nu beginnen. 3, 2, 1. En jullie hebben net de 10 kilometer gelopen. Ja, ik weet het niet. Jongen. Yo! Yo! Hey. Dames, bitterbal. Ja, lekker. Nee, jullie niet. Lekker. 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 Jongen, dit is mijn vierde uur gaan. Dankjewel, hè. Eerlijk. Op de radio is een kijkertje. Dat de beat.
best. Zijn jullie nog op de foto gelijk met één? Met z'n drieën bij één. Zonder geur met de kut van vakken, lumpen pakken, vrouwen komen zich erbij.